Na afwezigheid van 3 jaar is een collectief van 12 musea gestart om de museumnacht weer te organiseren. Jacqueline Frets, vertegenwoordiger van het Surinaams Rumhuis, sprak gisteren op een persconferentie over de 6e editie van Museumnacht, die aanstaande zaterdag wordt gehouden. Ze belooft de gemeenschap een uitgebreid programma en avond vol geschiedenis, kunst en vermaak. Er zijn tentoonstellingen, live optredens, een hapje en drankje, workshops, lezingen, dus er is heel veel te doen. En we zijn er ook van overtuigd dat er voor iedereen iets te beleven valt. Zoals elk jaar heeft de Museumnacht een thema en dat is dit jaar hoe wij hier ook samen kwamen. En dat refereert ook naar de verschillende immigraties. Dit jaar is ook een bijzonder jaar voor wat dat betreft. We hebben de 150 jaar Hindoestaanse immigratie, 170 jaar Chinese immigratie en 160 jaar Dag der Vrijheden, meer bekend als Kitty Kotti. Vanwege de educatieve en culturele waarde van dit evenement is het voor ons heel belangrijk dat dit evenement gratis is. En gelukkig is dit ons dit jaar ook weer gelukt, maar dat had niet gekund zonder onze sponsoren. Frets hoopt dat de organisatie dit jaar een veel groter publiek bereikt. In de musea die deelnemen zullen alle vaste opstellingen en exposities te bezoeken zijn. Aruna Moongra van de ReadyTex Art Gallery ging in op de speciale activiteiten in de verschillende musea. In het Rumhuis kun je een rondleiding krijgen in de productieruimte en je kunt ook nog rumtasting doen. Er is ook een cocktailsessie met Podosiri en Kasiri en er is een dance act met Mysticals en Spoken Word door Sulaili Brinker. In het Surinaam Museum is er een tweedehands boekenverkoop en u kunt een rondleiding krijgen op de verschillende vaste exposities. In het Kotte Museum is er een hele mooie fusion van Afro-Surinaamse en Javaanse cultuur. De Kotte Sarong en Batik. Er is een lezing die om 17:30 begint. En er is een mooie expositie waarbij er Sarongs en Batik Kotto's te zien zijn. En zoals altijd zijn er ook demonstraties en Anissa vouwen. Anjani Gangaram Pandey zegt dat de deelnemende musea verspreid zijn in Paramaribo. Maar er doet ook een musea van Kommewijnen mee. Voor de museumnacht aanstaande zaterdag heeft de organisatie het hop-on en hop-off systeem georganiseerd met diverse routes. Routes worden nog bekendgemaakt, maar het zal een beetje allemaal in de buurt zijn. Klefja Park, Sanabudaya, G Art Gallery, Rumhuis zullen misschien om één zijn. Maar die kunnen allemaal op onze Facebookpage volgen. Dan gaan we daar allemaal bekendmaken wat de routes zijn en wat de tijden zijn. Want de bussen moeten natuurlijk een paar keer een paar rondjes maken. Voor het bezoek aan Kommewijnen, dat is een uur rijden van Paramaribo, gaan we dus wel een registratiesysteem hebben, want er gaan 2 bussen. Zodat u dat weet vooraf, maar dat gaan we dus bekendmaken waar en naar wie u moet mailen met uw telefoonnummer, zodat we altijd contact met u kunnen maken. De organisatie roept de gemeenschap op om deelgenoot te zijn van deze avond, vooral omdat de toegang volledig gratis is.